Nog één nachtje slapen en dan begint het WK voetbal in Qatar. En wij hebben onze ideale WK-opstelling bijna compleet. Dat doen George Olté, Pieter Visser en Aad de Mos speciaal voor voetbalnieuws.nl. Vandaag zijn we aangekomen bij de linksbuiten. Neymar. Ja, Neymar vind ik ook een geweldenaar. Die kan met de bal ook alles. Die kan passeren en kappen draaien, wegwezen en scoren. Scorend vermogen altijd gehad en zal die altijd blijven houden. Ook al speelt Brazilië slecht, iedereen vindt het natuurlijk wel mooi, zijn bewegingen, zijn tierenlantijnen in zijn spel. Hij kan natuurlijk dingen die weinig spelers beheersen, pleintjes voetballertje, maar zijn honger is niet zo groot. Kijk, ik denk dat de honger van Messi groter is dan die van Neymar. Neymar is natuurlijk een jongen die ook in het uitgaansleven zit in Parijs. Dat zie je Messi nooit doen. Als hij een slechte trainer hebt die de baas over hem wil spelen en hem niet bewerkt, dan heb je niks aan Neymar. Maar gaat hij gekke dingen doen. Dan... En nu, waarom is je nu weer zo goed, denk jij? Vorig jaar bij Parijs. Heb jij iets bijzonders gezien van Neymar? Niet geweldig. Dat komt door Messi. Messi heeft invloed op Neymar. In welke zin? Messi praat met Neymar. Ik geef jou die ballen. Jij moet gewoon serieus trainen. Geen gekke dingen doen. Dan ben je de uitblinker weer bij Brazilië en bij Parijs. En van mij mag je het nummer houden. De 10. Wat altijd voor Messi was. Messi speelt nummer 30. Messi geeft hem de ballen. Messi krijgt ballen terug van Neymar. Hij speelt weer in het geheel. Hij kan heel moeilijk zijn als hij niet goed aangepakt wordt. Rafael Leao. Ja, ik was de beeld nog even toen kijken. En het deed me heel erg denken aan Cristiano Ronaldo, 16 jaar geleden. De combinatie van techniek en kracht is ja, extreem. En toen al meneer de Visser het had over de nieuwe soort voetballers. Hè, dat is denk ik de combinatie van de veelzijdige voetballer en de krachtmensen. Die ook nog heel veel controle hebben. Die dat Zlatan dat heel erg gehad heeft. Cristiano Ronaldo heeft een tijd gehad toen hij van Portugal naar Engeland ging. Dat hij dribbelde en passeerde en niet van de bal te krijgen was. Ja, als ik hem zie spelen bij AC Milan, dan heb ik hetzelfde gevoel.